SEO zo is gestart, kunnen we nu veel sneller schakelen om de juiste hulp in te zetten voor onze jongeren. Dus de jongeren hoeven niet te gaan reizen om gesprekken op hun afspraken te komen. En dan moest er via jeugdbescherming moest er een spik aangevraagd worden. Dat duurde weer en dat duurde weer. Dan moest het aangemeld worden en dan pas konden ze starten. En nu kan ik afspreken tijdens een overleg van ik wil graag dat er behandeling van de bascule inkomt. En dan kan ik naar Lotte lopen en zeggen van Lotte, kun je starten? En dan heb ik alleen een handtekening van ouders nodig en dan kunnen we gewoon starten. En als we vandaag een afspraak hebben omdat je niet helemaal lekker in je vel zit en je zegt, joh, lukt me even niet, dan kunnen we kijken of het een uur later kan of ik kan morgen bij je terugkomen. Ook dat is een voordeel. Als je op kantoor zit en je hebt een afspraak, dan krijg je een no-show en dan kan ik de week erop weer met je afspreken. Maar hier, ik ben hier 4 dagen in de week, weet je, als het vandaag niet lukt, kijken we morgen of overmorgen. Nee, ik denk voor leerlingen zelf, zeg maar, je hebt natuurlijk een team waarin je meerdere dingen kunt aanbieden. Dus je kan op individuele vlak, zeg maar, kan je aan de slag. Je kan systemisch kan je aan de slag. Je kan de medicatie, zeg maar, hier via je kinder- en jeugdpsychiater. Dus je hebt ook niet zo dat ze versnipperd al die dingen hebben. Je is één team, die zit hier op school en we kunnen eigenlijk vanuit dat team alles aanbieden. Dit was een leerling die staat open voor behandeling. Maar het ging even niet zo lekker, was wat tegenslag. Dus het wordt gecommuniceerd naar mij van, joh, deze leerling is de deur uit en ik kan meteen bellen. Waardoor diegene 's middags weer terugkomt voor een gesprek. En normaal gesproken, ja, dan ontvang je als behandelaar of weet ik veel wie, de volgende dag een mailtje van, oh ja, die is er niet geweest of weet ik veel wat. Maar je kan nu, dan kom ik toch weer terug op schakelen, meteen schakelen. De belangrijkste persoon in kwestie, dat is dus het kind zelf. Dat is gewoon fijn dat je die gewoon kan geven wat hij nodig heeft en snel. En dat is vooral ik als coach zijnde, dat is hetgeen wat ik voordelig vind aan dit. Als stel je voor, er gaat een week overheen voordat een externe partner dus tijd heeft om aan te kunnen sluiten. Dan ben je wel een week verder. Ja. En een week kan binnen onze doelgroep kan een week heel erg beslissend zijn. Ja. Het kan leiden tot zelfs een uithuisplaatsing, wat je misschien kan voorkomen als je sneller kan schakelen. Dus mijn advies aan de gemeente is, geef het de tijd, want het kost nu misschien geld, maar uiteindelijk zal het ook heel veel gaan opleveren. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat scholen die dit jaar of sinds vorig jaar pas met SJSO te maken hebben, dat die nog wel de tijd nodig hebben om dit echt op te zetten en onderdeel te maken van hun manier van werken. Ja.